Een boek met een merkwaardige titel, HHHH, ofwel Himmlers hersens heten Heydrich. De Franse schrijver Laurent Binet beschrijft de aanslag op nazi-topman Reinhard Heydrich, die op 27 mei 1942 in Praag werd uitgevoerd door twee parachutisten die vanuit Londen in hun geboorteland Tsjechoslowakije waren gedropt. Dit boek is een internationale bestseller. Hoe hebben jullie dat als al lezende ervaren? Wat waren jullie leeservaringen? Rianne? Ik verbaas me wel een beetje over dat het zo goed verkocht was. Het is op zich, ik vond het een mooi boek. Het is echt zo'n historische roman. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat niet iedereen het heel leesbaar vond. Het is eigenlijk een hele lange aanloop naar uiteindelijk dan het plot van het verhaal. Met allerlei zijweggetjes. Het draait om die aanslag uiteindelijk, ja. Op die 27e. mei 1942. En het hele boek is eigenlijk een grote aanloop daarnaartoe. Ja. Heb jij dat ook zo ervaren als hinderlijk? Of is dat heel functioneel? Nee, helemaal niet. Ik heb het echt van begin tot eind als een trein gelezen. Ja. Dus ja. Ik vond het ook niet hinderlijk hoor, want ik vond het wel interessant. Maar ik kan me voorstellen dat je wel heel lang zit te wachten op het plot. En dat je denkt, waarom wordt dan dit verdeeld en dat verdeeld? Ja, dat maakt het juist spannend ook wel. Ja. Hij zit te wachten op wat er nou komen gaat. En ook op alle laatste momenten, de laatste 50 pagina's, rekt hij het expres. Ja. Dat vind ik knap, omdat je dan echt... Een soort vertraagde film eigenlijk, die langs... Daarmee wordt het wel heel spannend. Hij bouwt die spanning wel op daarmee, Ja. Nou, hij noemt het een roman, maar je zou het net zo goed een geschiedenisboek kunnen noemen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, dat is juist een beetje de vraag. En ook wel het spannende van wat is nou feit en wat is nou fictie. Ja. Hij geeft soms zelf meerdere mogelijkheden. Ja. Vind ik wel heel sterk gedaan. Noem eens een voorbeeld, meerdere mogelijkheden. De feiten op zich, die kloppen natuurlijk allemaal. Maar hij kan niet in de hoofden kijken van wat de Heydrich of de twee parachutisten dachten of deden op het moment dat ze die moordaanslag voorbereiden bijvoorbeeld. Ja. En dat dus beschrijft die verschillende mogelijkheden waarop ze zouden hebben kunnen gedacht of hebben kunnen voorbereid. Ja. Dat is natuurlijk zijn aanvulling op de feiten, zeg maar. Ja, het bijzondere is natuurlijk dat hij die spanning ook beschrijft, hè? Waarmee die worstelt tussen feiten en fictie. Hoe ver kun je daarin gaan? Ja, hij vertelt het verhaal, maar hij vertelt ook zijn eigen schrijfproces. En dat hij bijvoorbeeld iets heeft geschrapt omdat hij denkt, ik heb het eigenlijk verzonnen, dus ik kan het niet zeggen. Ja. Ja, terwijl het wel in het boek staat. Ja, daarmee staat het wel in het boek. Ja. Ja, dus het is een hele bijzondere vorm van romanschrijven. Ja. Ja. Want op zich, het plot van het boek, dat is gewoon waar gebeurd. Maar dat leest ook gewoon bijna als een roman. Van een moordaanslag die dan wel eigenlijk bijna mislukt, maar toch net wel lukt. En dan vanuit eigen gelederen komt dan een verrader die de verraad en heroïsch sterven ze in dood, zeg maar. Ja. Het is echt gebeurd, maar dat vind ik dat hij heel knap heeft gedaan. Het is gewoon eigenlijk een roman. Ja, en toch worstelt hij steeds met die feiten van... Je krijgt bijna het gevoel dat hij het graag, dat is misschien wel zeker dat hij het graag anders zou willen laten aflopen, maar hij is een gevangene van de feiten. Ja. Ja. En dat is een beetje de spanning in het boek. Ja. Je merkt soms ook dat hij bij bijvoorbeeld andere schrijvers van oorlog of filmmakers, dat hij zegt, zij hebben een heel mooi verhaal, maar hij vindt het dan eigenlijk niet eerlijk. Van ja, ze hebben dit erbij verzonnen en dat. En ja, dan kan hij zich daar toch niet in vinden. Ja. Terwijl hij het verhaal dan wel heel mooi vindt. Maar zo wil hij het niet. Hij wil het anders. Ja. Ja. Het viel mij al lezen op dat hij zich heel erg druk maakt om allerlei kleinigheidjes. Was die Mercedes nou zwart of was die nou groen? Ja. Is jullie dat ook opgevallen? Ja, dat is me opgevallen. Waarom zou hij dat doen? Als je nou denkt van, het gaat om de grote lijnen van, ik ben niet zeker van bepaalde feiten, maar ik denk van zulke onbenullige details, waar maak je eigenlijk druk om? Ja, ik denk juist door die details, dat hij het gevoel heeft dat hij de waarheid spreekt, dat het geen fictie is. Bijvoorbeeld, hij heeft die Mercedes zien staan en hij dacht, die is zwart, maar als het dus inderdaad een groene was, dan hebben ze dan is het gewoon... Surrogaat, die Mercedes die daar staat, hebben ze dan verzonnen, hebben ze zo nagemaakt. Ja, en dan zouden zich ontzettend bedrogen voelen. Hij wil het beschrijven zoals het is. En juist die details zijn dan belangrijk. Van nee, die Mercedes was zwart en niet groen. Mm-hmm. Ja, was die nou wel zwart of was die nou groen? Dan twijfelt hij dan aan. Ja.
ja, volgens mij is dat heel belangrijk voor hem, omdat hij gewoon wil beschrijven hoe het geweest is. Kan het ook zijn omdat hij grote waarde hecht aan de details in de hele geschiedenis, dat de kleinigheden de loop van de geschiedenis kunnen bepalen. Het weigeren van een stengelen op het moment van de aanslag. Het zijn de details die misschien de geschiedenis een andere wending kunnen geven. Hij heeft wel het gevoel dat de geschiedenis schrijft, denk ik. Ja. De grote lijnen, de grote lijnen zijn er wel, maar juist de details maken soms uit of de een of de andere kant op gaat. Ja. Maar wat, heeft dat detail van Mies Tenken dan beslist? Nou, dat... Want ze gebruikte daarna die handgranaat en de geschiedenis ging gewoon... Is ja, maar hij is niet daar doodgeschoten. Uiteindelijk had hij het kunnen overleven, was heel die aanslag... Ja. Helemaal was voorbereid, ze waren al heel lang daar in Tsjechoslowakije. Dat was al helemaal mislukt geweest. Vond ik niet volgens plan. Nee. Maar de uitkomst wel uiteindelijk. Ja. Maar dat hadden ze niet in de hand. Dat was eigenlijk door die infectie die hij kreeg. Maar dat was meer geluk dan wijsheid eigenlijk. Ja, dat hij uiteindelijk overleden is. Maar wat maakt dit boek nou tot een roman? Je zou het net zo goed als een mooi geschreven geschiedenisboek kunnen lezen. Wat is nou het roman... Ja, ik denk dat het geen geschiedenisboek is, want dan zou het veel meer echt alleen de feiten zijn. En hij brengt er juist ook wel heel veel emotie en verhaal in. Ja, en hij construeert natuurlijk alles rondom de dood van Heydrich. Ja. En dat moment en die intrigies daaromheen, zeg maar. En hij beschrijft niet de feiten zoals ze zijn, maar hij zet bewust in een bepaalde volgorde en een bepaalde doel, zeg maar, waar hij naartoe wil werken. Maar doet elke historicus dat niet? Ik bedoel, als je een geschiedverhaal schrijft, als je dit onderwerp, de aanslag op Heydrich, die wil je beschrijven. En je beschrijft die aanloop ernaartoe. En dan heeft hij dat toch op een logisch-historische manier wel gedaan, op mijn gevoel. Ja. Ja, dat wel. Ja, dit is een soort historische roman, denk ik toch wel. Nou ja, maar, het is de vraag, kan je het een roman noemen of niet? Ja. Wanneer is iets een roman? Ja, zit er genoeg fictie in? Dat is misschien ook wel van wat erin staat, die feiten die kloppen. En het leest eigenlijk ook gewoon als een roman. Dus ja. De werkelijkheid die... En als hij dingen verzint, dan probeert hij dat wel aannemelijk te maken. Het zou zo geweest kunnen zijn. En hij geeft het ook aan. Hij zegt van oké, het is maar zo verzonnen. Zo zou het geweest kunnen zijn. Ja. Dus wat blijft er nog over van die roman dan, zou je kunnen denken? Ja, ik ken de achtergrond van de schrijver niet, maar misschien wil hij laten zien dat een goede roman de werkelijkheid beschrijft. Ja, volgens mij wilde hij juist geen roman schrijven. Hij heeft een heel kwaad roman. Dus ik dacht, nou, misschien is hij helemaal niet zo blij met die prijs. Want hij heeft de Prix Goncourt du Premier Roman. Maar de prijs van de... Ja, hij schrijft ook heel vaak over andere schrijvers, dat ze bepaalde zinnen gebruiken die dan wel heel mooie romanzinnen zijn, maar niet de werkelijkheid zijn. Ja. En dat vindt hij dan een afbreuk doen aan het verhaal. Ja. Ja. Hij wil eigenlijk literatuur schrijven zonder fictie. Ja, misschien wel. En dan, of het nou een roman is of niet, dat is wel zijn doel. Ja. Zou je ook het idee kunnen hebben dat de geschiedenis alleen in romanvorm echt te vatten is? Dat je het zo reëel kunt maken dat je er eigenlijk als het ware zelf bij bent, zoals die zichzelf ook introduceert als... als figuur die langskomt. Hij gaat zichzelf wel helemaal identificeren uiteindelijk met een van die mensen. Dus het is echt zijn levenswerk. Hij gaat zo in het verhaal op. Ja. Ja.